dankjewel Hofkapel. Mooi om die drukte hier te zien rondom het marktterrein. Hopen dat jullie hebben genoten van de Lampionnenoptocht. We gaan zo meteen natuurlijk afscheid nemen van onze hoogheid. En daarna zal er dit jaar geen vuurwerk zijn, maar in plaats daarvan een ander spetterend afscheid. Dus blijf na het afscheid nemen mooi hier en geniet van wat er nog komt. Dan starten we natuurlijk altijd met de eerste woorden van onze grootvorst, Prins Franciscus de 57ste. Ja, goedenavond. Jongen, 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 wat een lampionnenoptocht hadden wij, zeg. We liepen misschien wel 1,5 kilometer lang en allemaal gekleurde lampjes en allemaal pratende en lachende kinderen. Dus het was hartstikke gezellig. Er zijn er 7 geweldige dames in ons midden die heel het seizoen vol enthousiasme gedanst hebben. En helaas komt er ook voor hun een einde aan dit mooie seizoen. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen voordat je nog een laatste keer hebben mogen dansen voor deze vele mensen hier. Geef ze een enorm applaus, de dansmarietjes! Dat we afscheid gaan nemen. En daarvoor geef ik de laatste woorden aan Prins Franciscus, de 57ste. Ja, lieve kinderen, ouders, er is natuurlijk een tijd van beginnen en er is een tijd van stoppen. En voor onze allerkleinste stopt hier carnaval 2023. Maar ik weet zeker dat ze een hele mooie carnaval hebben gehad. Ze hebben een ouderwetse carnaval gehad. Ze hebben een geweldig feest ervan gemaakt. We hebben het gezien op het Piepersbal. We hebben het gezien tijdens de optochten, in de optochten. Overal wordt onze jeugd bij betrokken. En dat is heel erg belangrijk. Dat is heel erg belangrijk voor de continuïteit van carnaval. Maar wat het belangrijkste is, is dat ze er heel veel plezier aan beleven. En ik denk, jongens en meisjes, dat jullie dat heel goed doen.
Wij gaan afscheid nemen. Jullie gaan misschien plannetjes maken voor volgend jaar. Hoe wil ik eruit zien? Hoe wil ik verkleed? Wat ga ik bouwen? Misschien al wel een klein dingetje maken voor de optocht. Wij hebben in ieder geval heel veel plezier aan jullie beleefd. En wij hopen jullie ook een beetje aan ons. Dank jullie wel en tot volgend jaar. Ja, geef nog één keer een enorm applaus. Prins Franciscus de 57ste. En natuurlijk ook hofdames Denise en Amy. Een enorm applaus. En dan volgens traditie zal de prins afscheid gaan nemen door op de boemel te gaan vertrekken van het marktplein. Zijn. Er staan een aantal geweldige meiden klaar voor jullie om nog een show op te gaan voeren. Een mooie dansshow met lasereffecten. Dus geef ze een enorm applaus, de Dancing Devils! Zou je dan kunnen zitten aan de
gaan beginnen waarom we hier allemaal samen zijn. Ik ga de microfoon geven aan Dree van Dongen van de Atoompjes. Dree, hij is voor jou. Dankjewel, Robert. Dankjewel. Dankjewel, mensen die hier allemaal zijn. Protect de hart. We willen ook wel, Gerrit, dat iedereen het verstaat. Oh ja. Dans, Marieten. Jullie waren geweldig. Maar, zoals Franciscus het zelf al zei, aan alle mooie dingen komt een eind. En ook aan deze carnaval. Ik ga jou nog niet helemaal bestuiten hoe het drek was, als je klaar bent met aanzwengelen van de pomp. Want wij hebben namelijk samen in november, 12 november was volgens mij de zaterdag, hij was toen net vrij, hij kon toen, hebben wij de pomp aangezwengeld. Dat gaan we nou doen. Drooggelegd bedoel ik. En het is wel moeilijk. We gaan al het water er weer op zetten. Jij hebt het toen afgehaald. We hebben veel bier op. En genoeg bier. Het wordt tijd dat we nou weer gaan kijken of de pomp water gaat geven. En dan moet je weer in 11 slagen doen. En als jou dat gelukt is, als u dat gelukt is, dan heb ik nog een mooie oorkonde en een medaille voor u. Maar voordat we dat gaan uitreiken, wil ik u uitnodigen om de pomp te gaan aanspreken. En zoals altijd, Hofkapel, deze prins en Juiten we zo, voelen ze eens Hofkapel, spelen we een nummerje. Fantastisch gedaan.
gehinderd om in hun eigen woorden te spreken, effort ingestoken. Je hebt iedereen gemotiveerd om elke keer weer een beetje beter te doen. Ja, normaal is het niveau, want ik kan dat niet leven, sorry. Ik doe het ongeveer wel. Je hebt het Boemerangs publiek weer water teruggegeven. Voor sommigen was het net iets te laat. Die hadden eigenlijk gisteren al water moeten beginnen. En omdat u deze taken naar behoren hebt uitgevoerd, op vandaag, dat is vandaag 21 februari, ja, dat zie ik wel. En ik heb plezier. Dit was Siskus. Het stond u goed. En ik durf zelfs te zeggen, het stond u. En eigenlijk bedoel ik daarmee jullie, want dat waren ook jouw eerste woorden. Jij bent geen prezi die op een goed stuk staat. Jij bent een prezi die mij er mee neemt, de dames, sorry. Hij nam alles mee op het goed stuk. En ook daar heb ik heel veel respect voor. Dus het stond u bijzonder goed. Dan heb ik hier de vetleren medaille. Ik geef even de oorkonde aan de secretaris. Geef hem straks een mooi plekje ergens. Ja, zullen we dat doen? Het is geen speciale oorkonde, je moet geen linkerhand of rechterhand wel doen. Geef hem een mooi plekje graag voor de paard. Of anders doet hem in de kerst dat ik in de kaart ook dik maak. Nee. Dus namens ons bedankt. Een van uw ene laatste dingen die je mag doen voor het Boemerangs publiek. Nogmaals, we waren trots op u. En ik geef het woord weer terug. Dankjewel. Ja, dankjewel. Voor deze mooie woorden. En de oorkonde hebben we hier. Hartstikke goed. Nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat de pompceremonie hierbij afgesloten is. Het is een hele mooie ceremonie, het is een symbolische ceremonie en we zijn blij dat die nog steeds in stand gehouden wordt door jullie. Dank jullie wel. Mag ik een applaus voor de atoompjes en de zwoens?
Ja, hartstikke goed. En daar mag wel wat harder geklapt voor. Want hier heb ik de volgende op de trompet, Jacqueline Klaassen. En de persoon die regelmatig het startschijn geeft voor een stukje muziek. En de kleine trom, Jasper Vriends. En dan gaan we door naar de volgende op trompet, Astrid Voezendijk. En dit jaar nieuw in de hoofdkapel en zeer verdienstelijk, mag ik wel zeggen, de bariton Nanny de Jong. En dan hebben we er nog twee te gaan. En dat is op trompet Wim Vriends. Staan door wat vaste invallers. Zij staan daar. Komen jullie er ook lekker bij staan, mannen? En zij zijn niet de enige. Het hele jaar door kan onze hefkapel rekenen op vaste mensen die het instrument eens een keertje overnemen wanneer er iemand een keertje niet kan. Mag ik van heel Boerendorps publiek met een geweldig applaus voor de hefkapel! Afscheid nemen van onze dansmarietjes. En jullie mogen alvast hier vooraan komen staan. Op het podium mag je strakjes. Lekker met je gezicht naar het publiek. En ik zou graag eerst even de begeleidsters naar voren willen hebben. En die mogen wel op het podium. Ja, ja. Ik weet dat jullie dat niet willen. Jullie worden altijd als laatste genoemd, dat jullie die haren zo mooi doen, de dansjes, het begeleiden, geweldig. Maar jullie verdienen dit podium ook, dus vandaar dat jullie voor het dansje mogen komen. En in het bijzonder een heel groot applaus voor Freke. Want samen met Melanie, en die verdient ook een heel groot applaus, gaan zij dit jaar helaas stoppen als begeleidsters van de dansmarietjes. Dat neemt niet weg dat wij ook een fantastisch applaus willen voor de meiden die samen in het midden staan. En zij gaan nog wel lekker door volgend jaar. Een applaus voor Rianne en Britt. Straks, daar op de markt, op de grote parkeerplaats al gezegd, we doen het dansje voor het laatst. En net bij het aansluiten van de pomp zeiden wij, we doen het dansje voor het laatst. Maar nu gaan we hem echt voor het hele Boemeldonkse volk, voor de allerlaatste keer doen. En ik denk dat dat ongeveer de 99ste keer is dat jullie hier dat dansje voor ons doen. Dus ga lekker op je plaats staan en dan wil ik een groot applaus voor onze dansmarietjes. Thank you.
moesten dansen. Of drie vierkante meter. Het lukte jullie elke keer weer. Hoe groot of klein het podium ook was. En altijd zoals we nu ook zien met die stralende lach. Helaas komt ook voor jullie een eind aan dit dansmarietje zijn. Maar ik weet zeker, jullie hebben ervaringen opgedaan en hele mooie herinneringen gemaakt voor je hele leven. Jullie hebben allemaal nieuwe vriendinnetjes erbij gekregen als je nog geen vriendinnetje van elkaar was. En ik wil jullie echt vragen, blijf dan de rest van je leven en koester samen die mooie herinneringen die jullie gemaakt hebben. Ik loop naar die kant, want wij gaan beginnen met het echte afscheid nemen. En dat betekent dat wij bij jullie, blijf maar lekker staan, je capeje inleveren. Die kant bij Carlo netjes eraf. Dank je wel.
met de mensen van het gevolg. Degene die alles altijd zorgen dat alles goed geleid en we van een natje en droog voorzien worden. En zorgen dat we op tijd zijn en op tijd weggaan. Ik wil als eerste naar voren hebben. Degene die heel het seizoen van begin tot eind de speciale momenten vastlegt en de kiekjes op een gevoelige plaat vastlegt. Mariska van Dorsen! En dan wil ik graag onze eerste hoflievrijer, degene wat ik al zei, vanaf 11.11 tot vanavond laat, ons van een drankje en een hapje voorziet. Kim Loesbroek! En zij wordt ondersteund door haar compagnon of mede-hoflievrijer. Een applaus voor Dennis Jongensen! Geweldig applaus voor de man die zorgt dat we overal veilig aankomen en op tijd. Hij is altijd alert, hij is trots op zijn boemel. Willem Anders! En ik ga even rondkijken waar ze in het fleurige pakje staat. Onze hofnaar, Fleur Brokken! En dan hebben we nog drie over. Onze opperpolitie, Jack Jongensen. Jullie applaus. En nu horen we vaak in de polonaise met zijn fluit. Onze opperorgelbewaarder, Dreglens. En dan de laatste van het gevolg, de stadbewaarder van Boemerdijk, onze majordomus Anton Timmers. Een applaus! En er staan hier maar op een rij, Boemerdijkers, applaus voor deze geweldige mensen! Wil ik vragen of de raad van 11 op het podium kan komen staan. Zij gaan een steek afgeven aan onze majordomus Anton Timmers. Roos, jullie hebben 1 stapje uitgegooid. Of 2. Dankjewel. Zal ik we zijn compleet. En ik wil beginnen van rechts naar links. We bedanken ze en dan leveren ze de steek in bij Anton. De eerste in de rij, Joost Kolen. Ja, oké, dankjewel. En dan ook een applaus voor Justin Brouwer. De volgende in de rij regelt zelfs fietsen op de zondag. Gwen van der Koenen. En daarnaast de man die ook met de optocht heeft meegedaan en zelfs een avondje nachtverstek heeft laten gaan om mee te gaan met de Raad van Elf. Arnoud Genevaas. De volgende heeft dit jaar met de laatste B-wagen meegelopen van de Lolmakers. Ingmar Muller. Dit jaar nieuw in ons gezelschap. En volgens mij ging hij het met de dag leuker vinden. En had hij er de grootste lol in. En kunnen we volgend jaar weer op jou rekenen. Een groot applaus voor Bas Verloenhout. Zeker niet nieuw dit jaar. De meest ervaren man van het stel, Wilfred Voezedek. En we hadden nog een
maar. De man die ook zorgt dat de website op orde is en heel snel alles regelt wat digitaal moet. Een groot applaus voor Bas Zuidema. En samen met Ingmar Muller stond hij op diezelfde roze wagen. Mark Marijnissen! En de man, stille genieter, op de achtergrond, maar altijd aanwezig en altijd staat hij voor iedereen klaar. Onze adjudant Martijn Schouten! En probeer dit soort gasten maar eens onder controle te houden, mensen. Een extra applaus voor de kapitein Tjeerd Vissers. Afscheid nemen dit seizoen. Volgende week zal er een grote receptie zijn voor deze twee mensen die zich jarenlang hebben ingezet in het bestuur om te zorgen dat wij carnaval met z'n allen kunnen vieren zoals we dat kunnen vieren. En daar wil ik ook graag aan Lars Lauwe en Nancy Giesbergen vragen om even op het podium te komen. Volgende week is de receptie voor beide van 2 tot 4 hier bij Markt City. Dus jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Ja. Nou is het ook nog zo dat Lars vandaag jarig is. En ik weet heel zeker dat de Hofkapel graag lang zal zijn leven in gaat zetten en dan met z'n allen mee gaan zingen. Nancy en Lars. En dan wil ik graag het Super Trio vragen om naar voren te komen en plaats te gaan nemen op het podium. Dat die kant kan staan, zodat jullie daar mooi in het midden staan. En voordat we afscheid gaan nemen van deze drie, is natuurlijk eigenlijk nog iemand die we enorm moeten bedanken. Want zonder haar zou dit niet mogelijk zijn geweest. Daarom wil ik ook graag naar voren vragen, de vrouw van de prins, Janneke. Ga maar lekker bij. Ik weet dat je dat niet wilde, Janneke, maar we gaan het toch doen. Ik weet ook zeker dat onze prins nog een aantal mooie woorden in petto heeft. Ja, Janneke, daar sta je dan. Ik zeg, ze wil het niet, dan zeg ze mot. Dus ja, het is wat dat betreft, ja, we hebben elkaar nog al moeten missen de afgelopen tijd. Want ja, hadden we natuurlijk best wel nog een drukke zaak op de Groenstraat die gerund moest worden samen met jullie en met de rest. Dus we hebben, je kon niet veel mee, je moest een moment kiezen en dat hebben we ook gedaan. Die waren ook hartstikke leuk, toch? Dat wou ik zeggen. Maar ik wil wel even zeggen, en dan bedoel ik niet alleen jou, maar ook Jenny en Johan mee, die wil ik heel erg bedanken voor de kans die ik gekregen heb om dit
wat wij meegemaakt hebben om dit voor elkaar te krijgen. En daar wil ik jullie enorm voor bedanken. En jou, en ik beloof bij deze dat ik morgen wat hand- en spandiensten zal doen met het schoonmaken. Ja, mooie woorden. Geef ze nog één keer een groot applaus. Janneke. En voordat we overgaan naar het afscheid nemen van de hofdames, gaan jullie drie nog één keer genieten van de prachtige prinsensuite van de Hofkapel. De laatste keer de prinsensuite. Mensen kwamen.
massa's mensen voor jullie. Voor jullie, want jullie waren heel goed bezig. Jullie stonden heel goed bij. Als eerste van het supertrio gaan wij afscheid nemen van de hofdames. Amy van de Bliek, kom naast jou staan. Jaar van de pak van Boerdonk. En ook dat jij als hofdame hebt geshined, zoals wij dat noemen. Jij hebt laten zien dat je altijd aanwezig bent, dat je altijd een lach bij hebt, dat je altijd een heel volse grootvos bent. En dat is een groot dankjewel waard. Dank je. Nancy, wil jij het hoedje en het keepje afnemen? En dan wil ik vragen of Ilse van der Riet en Fabian van der Brand met het kieltje van Amy hier naartoe wil komen. Jullie allemaal nog één keer heeft toegesproken. Dus ik geef nog één keer de laatste woorden aan onze grootvorst Prins Franciscus de 57e. Ja, dankjewel Thomas.
Nou, ik heb een klein beetje voorbereid. Het begon... Nee, dat ga ik niet doen. Wat hebben wij een tijd gehad, hè, Meijne? We hebben een hele mooie tijd gehad. We hebben het met z'n drieën gedaan. Dat is het belangrijkste. Wij hebben het samen hebben wij het volbracht. Wij hebben gewoon geprobeerd om onszelf te blijven, te helpen wat nodig was. Een troostend woord, een arm om de schouder. We hebben gewoon geprobeerd om van Boemeldonks Carnaval weer iets warms te maken. Want we waren niet verwend de afgelopen jaren. Wij hebben gewoon ervoor gezorgd, niet ervoor gezorgd, we hebben erop gehoopt dat wij gewoon een ouderwetse en een hele mooie Boemeldonkse Carnaval voor elkaar konden brengen. En het is nog gelukt ook, of niet? Dat wou ik zeggen. We hebben heel wat bouwclubjes afgereden, daar hebben wij op de nadruk op gelegd voor de kleintjes. Daar zijn we heel veel langs geweest, want die kleintjes, dat is de toekomst. Die van 16, 17 jaar, die kwaad zijn omdat ze 4 punten minder hebben dan een ander. Hé, hey, luister even, die komen daar wel overheen. Maar die kleintjes moeten gestimuleerd worden. Dat hebben wij geprobeerd te doen. Daar hebben wij, denk ik, wel een flinke slag in geslagen. Wat wij ook heel belangrijk vonden, was de saamhorigheid onder de clubs. En ik denk dat als je ziet hoe dat er nou gebouwd wordt in Boemeldonk en hoe dat er samengewerkt wordt door de verschillende clubs. Ik bedoel, we hebben het heel erg dichtbij aan de hand gehad. Pindraat vorig jaar eerst in de B en die pakken gelijk door naar een A-wagen en die worden dan bijgestaan door verschillende clubjes, maar vooral door... Ja, geweldig, jongen. Kijk, daar ben ik weer trots op. We gaan mensen bedanken. En niet allemaal, want dat zou onmogelijk zijn. Maar we willen in ieder geval de bak, en met name het bakbestuur, willen wij bedanken voor de steun die wij hebben mogen krijgen. De wijze raad die wij hebben mogen ontvangen. Dus wat dat betreft waren wij daar heel erg blij mee en heel erg trots. Ons thuisfront, zowel van Amy, van Denise als van mij, die ons door dik en dun gesteund hebben, die niks te veel was om, ik breng jullie wel even dit, ik haal jullie wel even op, dat, en kom maar bij ons eten, noem het allemaal maar op. Het liep als een tierenlier en wij waren gewoon een geweldig team. Of niet? Dat wou ik zeggen. En er zijn nog 100.000 mensen die we eigenlijk moeten bedanken, maar waar nou gewoon geen gelegenheid voor is, want ik ben als een dood dat ik iemand vergeet. Maar wie ik wel heel erg graag wil bedanken, dat zijn jullie, Boemeldonkers. Mensen die de carnaval heel hoog hebben staan en die zorgen dat wij de afgelopen 6 dagen, want er zijn het ondertussen, een geweldig feest hebben gehad. En daarom willen wij jullie van harte bedanken. Dus krijgen jullie van ons een applaus. Ik ga eruit. Ja, mooie woorden, Prins Franciscus. Ik denk dat ik namens iedereen die spreekt dat we enorm hebben genoten van jullie alle drie. Van dit mooie seizoen dat we met elkaar hebben gehad. Een ouderwets carnaval was het doel. Ik denk dat dat helemaal gelukt is. Voordat we echt afscheid gaan nemen, komt er nog één nummer waar u een bijzonder gevoel bij heeft. En waar denk ik meer mensen hier een heel bijzonder gevoel bij hebben. Dus ik wil graag vragen of we het laatste nummer kunnen gaan starten. Trekken wij je zomaar vast op in zijn beek. Hij hangt stik vol met krullen, de mooiste uit de streek. Een nieuwe bril, of een nieuw spel. Ja, echt alles wat je ziet, dat vind je zeker wel. Een vlag, een mooie sjaal. La 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 la
de verkoper u zeker wijst. Het ga je dier die wil ik, maar wel de juiste prijs. Voor een hoed, kost ik er wel. Ja, echt alles van gisteren, dat vind je zeker wel. Sokken, een mooie sjaal, hier vinden we het allemaal. Een bedje of een vaartje, ja, u komt het hier en om mee. Okay. Voor ons muziek, tot een boemeloosje souvenir. Zet het even op. La 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 la. Een beetje of een vaartje, ja, u komt het hier weer van mee. Okay. Voor ons plezier, komt een boemeloosje souvenir. Zet het even. La 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 la. Een geweldig nummer, kwam zelfs nog twee keer omdat hij zo leuk is. Maar het is nu toch echt tijd om afscheid te gaan nemen van onze grootvorst, Prins Franciscus de 57ste. En wil ik graag mijn medebestuursleden vragen om ook op het podium te komen staan. En dan gaan we eigenlijk eindigen zoals we begonnen zijn. En dat betekent dat ik aan Prins Franciscus ga vragen of hij hier op het podium wil knielen. Favoriete moment, denk ik. En dan gaan we nu uw waardigheden afnemen. En dan wil ik graag aan Niels en Carlo vragen om de cape af te doen. Ja, dat is leuk. Jij bent zo wil ik graag aan Arjan vragen om de sjerp af te doen. Dan zal Jessica uw steek afnemen. En dan zal onze sik Robert de boemel in ontvangst nemen. En dan zal ik u ontdoen van het prinsenschild. En dan mag ik komen staan, hier is die Erik van Kampen. In jouw leven die je kieltje terug gaan geven, namelijk jouw twee zoontjes zoals je jezelf noemt. Bart en Lars, jullie mogen allebei naar voren komen. Kom maar op.
zodat hij weer mooi aan kan. Niet compleet zonder het grijze hoedje. Daar is die Erik van Kampen. En nu Erik weer Erik is, rest ons eigenlijk niets anders dan jullie te bedanken. Maar zoals Erik is gekomen in de Drie Linden, zoals hij bekend is gemaakt, op de Tom, gaat hij nogmaals een rondje op de Tom doen. Voor de laatste keer. Dus ik wil graag de Raad van Elf vragen om naar voren te komen. Erik mag deze kant op. Namelijk het einde van dit steek afnemen en van dit carnaval.